Met het doorvoeren van 3 belastingmaatregelen zal de regering ongeveer 600 miljoen Surinaamse dollar binnenhalen. Het gaat om de solidariteitsheffing van 10%, inkomstenbelasting voor loontrekkers en voor bedrijven en lichamen. Dit blijkt uit cijfers die commissievoorzitter Aziz Kumar Gayadin donderdag in de Nationale Assemblée heeft gepresenteerd. De wijzigingen zijn doorgegeven, voorzitter. Bij loonbelasting gaat het om 2 artikelen. Daar gaat het om, die gewijzigd worden. 1 is de schijven. Daar is er een aanpassing. Dus dat wil zeggen, en daar kom ik straks op terug, de mensen die boven 150.000 per jaar aan lonen ontvangen, daar zal dan een aanpassing treden in hun. En 150 kan je terugbrengen rond 12.500. Daar zullen we straks uitgebreid over ingaan. En natuurlijk bij loonbelasting ook artikel 17. Daar is hetzelfde model en dat gaat om, laten we zeggen, mensen die middels een golden handshake dan wel niet gebonden aan een tijdvak iets ontvangen. Fractieleider van de DP, Rabin Permisser, brengt in herinnering dat de regering reeds diverse verhogingen heeft doorgevoerd. Gezien deze verhogingen vooral het hoger kader treffen, is de kans groot dat dit kader wegtrekt uit Suriname. Ik pleit ervoor en ik vraag dringende aandacht om te kijken of we niet een uitzondering kunnen maken voor deze groep van hoger kader bij de overheid zelf. Dat deze maatregel voor hun niet toegepast zal worden. En u zult er veel baat bij hebben. Dat deze regeling dus op deze groep niet van toepassing zal zijn. U denkt afgerond 8 miljoen binnen te halen voor wat deze categorie betreft. Maar ik vrees dat de nadelen vele malen groter zullen zijn dan de 8 miljoen. Want als eenmaal goed ingewerkt, gekwalificeerd kader vertrekt, dan gaat het vele jaren duren voordat u een ander daar gaat binnenhalen. U zult duurder uitkomen omdat u noodgedwongen dure consultants zal moeten aantrekken. Ik vraag u nogmaals dringende aandacht hiervoor, voorzitter. NDP-fractieleider Rabin Permisser gisteren in het parlement. Middels aanpassing van de wet op loonbelasting wil de regering een bedrag van 600 miljoen Surinaamse dollar extra inkomsten binnenhalen.